Oranje Movies. Jongens, gasten, vandaag is het weer eens tijd voor een nieuwe In het Echte Leven video. En op vele verzoek doe ik vandaag Twitch in het echte leven. Alle irritaties en frustraties kan je lezen in de rechteronderhoek van deze video. Geef alvast een duimpje omhoog en dan gaan wij naar Twitch in het echte leven. Pff, saai, of niet dan? Wat? Dat je zelf moet gamen zonder dat er iemand overheen praat. Fucking saai. Nou, eerlijk gezegd vind ik dit gewoon veel leuker. Precies, kijken hoe iemand anders exact hetzelfde spel speelt is natuurlijk veel leuker. Kom, we gaan kijken. Je wilt dat serieus gaan doen. Oh, weer een abonnee, dankjewel. Ik moet zeggen, ik ben nu al een tijdje aan het spelen, alleen ik vind het wel echt heel moeilijk. Ik snap dat rode mannetje niet helemaal. Dus als jullie willen, kunnen jullie vragen achter. Dan ga ik die gewoon beantwoorden. Want dit spel is echt moeilijk. Dus het doet maar wat. En daarnaast is het ook verschrikkelijk aan het laggen. Wat is je cupmaat? Waarom zouden mensen hier in godsnaam naar willen kijken? Oh, sorry. Wat zei je? Duur. Ik hoop zo dat niemand onder mijn rokje kan kijken nu. Oh, en mijn cupmaat is op dit moment XL. Hele grote cup. Oh, pak mijn geld. Oepsie. Dat ben ik onhandig. Oké, fuck this shit, I'm out. Oh. Dude, die tieten hier zijn veel beter dan de game. Dit moet je zien. Live nu. Hey, dat is Thomas. Loser. Weet je wat, ik ga hem een reactie sturen. Sorry man, ik ben hier de moderator en je mag alleen met hem praten als je geld hebt gedoneerd. Wat? Jullie weten, ik doe dit alleen maar om met jullie in contact te komen en niet voor het geld. Jullie kennen mijn drijfveer en... Oh, kijk, een nieuwe abonnee. Jij bent sowieso een betere kijker en vanaf nu kun je zelfs reageren. Thomas is te gek, abonneer ook op mijn Twitch. Zeg, wat is er met hem aan de hand? Oh, hij is verbannen omdat hij zichzelf de hele tijd promoot. Oh, ik speel dat spel ook. Abonneer op mij, abonneer. Man, gebruik dat geld anders gewoon om een fucking lever te kopen. Waar ben ik? Nou, tijd voor een Twitch reclame. Man, deze reclame heb ik serieus al 20 keer gezien. Deze reclame duurt 30 seconden en je kan hem niet overslaan, dus geniet er maar van, hè? Moet ik echt wachten? Ja. Oh, hij is klaar! Vaarwel reclame! Drukke dagen bij Twitch. Heh. Oh, Thomas is weg! Ja, dan had je maar geld moeten doneren, hè? Wat? Ik had geld moeten doneren om nu naar een lege stoel te kijken? Het is anders wel de stoel van Thomas! Even serieus, wat doen jullie dan als jullie kijken naar die lege stoel? Wat denk je dat we doen met zo'n mooie stoel? Ik ben de moderator. Ik ook mee. Ja. Klik lekker verder voor meer video's uit de In het Echte Leven serie. En rabbel dat duimpje omhoog hier beneden. Check ook Thomas' zijn nieuwe kanaal in de beschrijving. En stuur deze video door naar al jouw vrienden die gamen of wel eens Twitch kijken. Want hun zullen dit echt herkennen. Oké, mensen, daar ben ik weer en zo te zien hebben we de 10.000 euro niet gehaald met donaties. Dus dit is dan ook gelijk het einde. Jammer, volgende keer beter, jongens.